Jam. Nou mensen, het is zover. Op naar de nieuwe pc. Ik heb hier achter, hier zit mijn oude, of mijn huidige, de Co-PC. Hier is Koos een pc. Die krijgt ook een nieuw baasje. En dan gaan we op reis naar ssdonderhoud.nl. Dat dan weer wel. Ik hoop dat het goed te zien is. Nee, dat was allemaal moe. Zo, nou. We zijn begonnen. We zitten bij SSD Onderhoud thuis. Op de... stresskantoor. Op de grote behangtolen ben je bezig. Ja, zeker. Ja, we moesten toch even met zoveel mensen even een beetje de werkplaats uitbreiden. Dus ja. We hebben morgen de werkbank in de woonkamer gezet. Ja, zo is. Dus en we hebben net begonnen met de kast, dus we hebben helemaal leeg te gooien van spul. Ventilators ben eruit. En we beginnen met het monteren van de koelreservoir. Gaat het goed? Ja hoor. Ik feel the pressure. En we beginnen mijn handen te shaken. Nee, helemaal goed. Nou, gaan we straks over verder naar deel 2. Zie, ik hoor op dit moment de reservoir bij. Gaan we... boutjes aan de binnen- of buitenkant? Aan de binnenkant de boutjeskokkers. Nee, anders zitten we met de fans. Dus de boutkop aan de buitenkant. De boutkop. Ja, oké. Okay. Yeah. Oh, even nog een draai met de camera. Nu! Deel 2, dames en heren. Het moederbord. De MSI X299 Gaming Pro AC Carbon dergelijke. Ja. Zoiets. De X299 X-Power Gaming AC. Dat is hem, juist. Lang op gewacht, gisteren aangekomen, gelukkig, op tijd. Ja, dat was nog wel even een gedoetje, want we hebben hem. Ja. Ruimte voor 3 SSD's. Nou gaan we, denk ik, deze is voor een kleiner model. Ja. Ja. Maar dat gaan we beleven, want als er te weinig ruimte is, is er nog een... PCI-kaart, waar was die? Zit in de doos. Hier, hè. Oh ja. Onder moederbord. Ja. Nou, en hier komt dus de geheugen set. i9-7920X processor. We gaan het even monteren. Ja, mooi. Lijkt me goed. Hoe heet dit ding ook alweer, hoor? Waar? De I.O. shield. De I.O. shield heb ik Input-output shield. Ja. Oh ja. Oh, die komt hier... Kijk, dat beschermt dit allemaal. Ja. Nou, zoiets. Nou, volgende deel. De i9 processor zit op zijn plek. Daarbovenop zit de koeling, ja. Waterblok. Waterblok, yes. En nu waren we overgestapt naar de besturings-SSD schijf, als het ware. En die komt onder een hitteschild te zitten. Dus Jort, aan jou de eer om te sluiten. Nou, die zien we ook niet weer. Dus dat was het besturingsblok. En dan komt hiernaast de opnameschijf. Die komt hier te zitten. En mijn backup dataschijf komt hier te zitten. Allemaal mooi weggewerkt op het moederbord.
Kijk eens even, jongens. Ja. Wat ben je aan nou? Een Mountain Dew. Hoi, 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 kill. Heb je niet dikke kop erop bij me, zo? Nee, doe maar niet. Ah. Ik knip het al. Een handschoen nemen ze erop bij aan, dus komt erop aan. Goed. Nog we niks niet aanzetten. Momo, super. Nee, we zetten nog lang niet aan. Je hebt een slangetje erin, boomhouden aan jou, maar dan kijk ik zo in mijn lucht. Dan moet ik zo hard kniepen in die blazen. Hé, maar af tegen hem. Het systeem is de eerste keer gevuld, dus we moeten nu power. Power to the people. Nou. En go. Oh, stop. Ja, jammer. Ja, doe maar weer. Ja. Goeiedag. Ding heeft een partij vader in. Als hij eenmaal gaat, dan... Denk wat meer dan spijt maar zijn. Go, hè? Ga mijn schoon even niks bij. Is het de radiateur? Blok. En de pomp unit. Doe maar jammer, hè? Nou komt de lucht er al in. Nee, dan gaat het wel goed. Oh, dat is even te snel. Ja, maar geeft niet. Ja. Ik heb liever dat je... Een keer te snel bent dan dat die pomp erover loopt. Als je lucht... Kijk, nou zit er een cavatoos die... Hij is op niveau. Hij is op niveau. Er zit her en der zit nog een loft in bouwen. Ik zal hem afvullen. Ja. Ja, dan zakt het water van de schuur me nou weer. Hoe ver moet hij voor? 70%? 75%? Nou, zoiets. Nou, dat is nog maar een pot. Dan moet de 24 uur lektest, hè? Wat schroefje hij, mus? Ik wil geen graven doorheen. Nee, maar het is niet verstandig om nog even te laten ontluchten. Ja hoor. Nou, of even stoppen, dat het luchtbobbeltje zich nog even weer... Ja, tot hem even, dat hij weer rust en... Ja. Ik kan eigenlijk niet fouten. Nee. Je hebt het allemaal een schuim. Ja, maar dat moet gewoon in bekomen. Ja. Moet hebben 5 minuten zo laten staan, denk ik. Ja. Kijk, op dit begint ook wel weer helder te worden. Ja, maar die pomp die brengt ook heel veel roering met zich mee, hè? Ze hebben vooral, vooral als hij wat lucht. Nee, wacht maar even, wacht maar even. Nee, en de bobbels komen nou mooi boven hier. Power. Dat reflecteert wat. Nu scannen. Hey, meneer SSD. Ja. We zijn zover, hè? Ja, hij doet het, hè? Hij doet het. Ja. Super gaaf. Dit is het, jongens. En het mooie is... Dit is de app. Als ik nu... een beetje met mijn kleurtjes speel... Vloep! Haha! Is hier geel. Kijk, zal ik eens even... Ja, doe eens een demootje. Ja, eens even een demootje. Dan gaan we naar rood. Oh, maar dat is... Ja. En dan... Kunnen we nog een animation doen? Dit is allemaal staan. Ja, die we, kunnen, we kunnen hem ook flashing doen. Schitter. Of... random. Noem eens een keer wat anders. Gaaf. Maar oh, wat wij het allermooiste vinden is gewoon... Wit. Wit. En dan komt het mooie gele van die koevloeistof mooi in beeld. Zo is het. Er zitten dus leds achter het glas, onder en boven. En die wordt aangestuurd door het motherboard. En het motherboard is via online
via de app. Bestuurbaar. Nou, wat zit er allemaal in, jongens? Nou, dan zullen we daar eens even een stukje over uitleggen. Even een highlight naar... Een kleine highlight. We zullen even linksboven beginnen. Is goed. Ja, dat is misschien het makkelijkst. Het moederbord is van MSI. Ja. Dat is de X299 X-Power Gaming AC. Ja, een van de luxere moederborden van MSI. Ja. We hebben gekozen voor 64 gigabyte aan DDR4 snelheid op een kloksnelheid van 300 megahertz of 3000 megahertz. Ja. En met nog de mogelijkheid om uit te breiden naar 128 gigabyte. Ja. Mocht die wens er zijn en het met 64 gigabyte aan RAM-geheugen niet genoeg zijn. Nee, maar dat lijkt mij op dit moment totaal niet aan de orde. Voor de CPU hebben we de i9-7920X, als ik dat ook in mijn hoofd doe. Correct. Supermooie 12-core processor. Ja, meer dan 3 keer wat eigenlijk de PC was. Dus nou, dat moet voor het komend jaar, voor de komende jaren wel weer goed zijn. Ja. We hebben een fancy custom waterkoeling van EKWB met een lime yellow... kleurtje erin, reservaatje, pompje. Bovenin hebben we de radiator geplaatst, omdat het gewoon een mooie plaat is. Ja, de montage was echt super goed te doen. Qua nippels, alles keurig. Ja, goede kwaliteit. Ja, dat was niks mis mee. Zoals wij dat gewend zijn. Je voelt ook gewoon, als je dit allemaal monteert, dat dit gewoon vast en stevig is. Ja. Dat het geen houtje touwtje is. Nee. Ja, we hebben het systeem uiteraard even doorgespoeld en even laten draaien, zodat de lucht er een beetje uit is. Nou, we hebben even naar de temperatuur gekeken. Ja, huiskamer. Huiskamertemperatuur, ja. Ja. Veel meer, we gaan zo nog even kijken wat die onder spanning doet. Voor de videokaart is het natuurlijk ook niet onbelangrijk in jouw systeem. Ja. Hebben wij de MSI GTX 1080 Ti Armor OC editie. Er is niks te doen. Nee, er is niks te doen. De ventilatoren gaan pas aan vanaf een graad of 60, 65, als ik dat zo uit mijn hoofd doe. Ja. Verder... Voeding. Voeding. 850 watt van Be Quiet. Goed voedingetje. Efficiënt. Ja, modulair volledig. Modulair, ja. Nu ga ik even op zoek naar harde schijven. Ja. Ik zal even kijken. Niet. Nee. Niks. Nee. Door achter die koeling zeker. Nee. Ook niet. Onderaan. Nee. Ik kan ze niet vinden, Jel, maar vertel. Er komt omdat wij hier geen harde schijven in hebben zitten. Meest niet. Zeg maar. Dat is echt zo. We hebben gekozen voor 3... M2 SSD's, alle drie van 500 gig. Daar zit één. Als het goed is, precies onder de videokaart zit één. Correct. Nee? Ja, er net. Ja, om en nabij. Ja, achter de ventilator zit hij. Zeg maar. Ja. Daar zit één. Daarnaast, tussen deze twee PC-kaarten, haalde ze één. En hier zit nog één. Ja. 3 stuks, 3 keer 500 gig. Mocht ik dan nog te weinig hem, is er nog een kaart bijgeleverd om nog 2 te kunnen monteren. Ja, en een PCI Express kaart. Ja, en dan hebben we hier nog 9 lege SATA aansluitingen. Dus dat ik zie niet allemaal met elkaar. Nee. Maar, ja. Dus zo'n beetje. Al met al een mooi kastje. We hebben nog even wat fullscreen hier. Ja. Omdat wij toch even een geïmproviseerd bureau hadden en we hier niet zo snel een ethernetkabeltje hadden liggen, hebben we mee aangesloten op de wifi. Ook dat zit allemaal op moederbord. Perfect. Jo, dus, we gaan zo het systeem nog even afvullen. En dan zijn we good to go. Ja. Het is een mooie ruimte waar zo te zien niet veel in zit, hè, eigenlijk. Het is machtig mooi weggewerkt allemaal. Nou, voorkant nog heen. Er moet misschien nog even een doekje overheen. Ja, dat is het enige nadeel, dames en heren. Deze panels zijn heel gevoelig voor vlekjes. Dit is een beetje gek. Nou ja, hier zijn 2 fans.
En Jort is bezig hier met het, op de televisie dit allemaal te installeren. Jawel. Mooi projectje, mooi dagje mee bezig. Super trots op. Ja, wat moet ik zeggen, ook nog eens, hè, dit is als dank voor alles wat ons toekomt qua donaties, sponsors, nou ja, een beetje Google geld erachteraan en dan mogen wij dit bouwen. Ja, zo is het. Als, ja, en dan wil je toch graag laten zien dat we dit er ook echt voor doen. Ja, super blij mee, echt verschrikkelijk trots op.